Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben vandaag vrij, want het is vandaag tweede Pinksterdag. En ik ga nu heel even naar de stad, want ik ga even naar de Action. Ik hoop dat die open is. Toen ik op Google ging kijken, stond er wel dat die open was. Maar je weet maar nooit met Pinksterdag. Maar ik ga gewoon, en anders ga ik gewoon boodschappen doen en dan kom ik daarna weer naar huis. Maar ja, ik wil gewoon echt even langs de Action. Dat moet ik al een hele tijd doen. Want ik heb gewoon wat dingen nodig. En ik wil gewoon even kijken, aangezien ik ga verhuizen, of ik nog leuke dingen zie. Dus ik ga nu de bus pakken naar de stad, want de Action is best wel ver weg voor mij. En als ik veel dingen ga kopen, dan lukt het me echt nooit om het op de fiets mee terug te krijgen. Dus ik ga lekker met de bus. En ja, top. Ga ik doen. Ik spreek jullie wel weer als ik thuis ben. Ik zit heel even gebukt in de keuken. Maar goed, ik ben weer terug. Al best wel lang. Ik heb dus niks gekocht bij de Action. Ik had gehoopt dat ik allemaal leuke dingetjes zou vinden. Maar er staan wel heel veel dingen wat ik eigenlijk wel nodig heb. Maar dat zijn allemaal dingen die ik ook later kan kopen. En ik vind het gewoon allemaal onzin om het nu allemaal te gaan halen. En ik vind het ook leuk om dat samen met mijn moeder te gaan doen. Dus ik heb uiteindelijk niks gekocht bij de Action. Nou ja, ik heb wel 5 verhuisdozen gekocht. Zodat ik alvast wat dingen kan gaan inpakken deze week of volgende week. Maar dat is eigenlijk alles. En daarna heb ik boodschap gedaan en ben ik terug naar huis gekomen. En ik ga nu heel even de afwas doen. En dan ga ik straks beginnen met koken. Het is nu 4:15. Ik ga vandaag iets eten wat ik eigenlijk nog nooit heb gegeten. Of tenminste, ik maak dit niet zo heel erg veel. Oké, ik ga vandaag dus zoete aardappelfriet met boomstammetjes eten. Boomstammetjes heb ik wel vaker gegeten. Ik kende dit nooit, maar toen kwam Bjorn bij mij in de klas. En Bjorn is Vlaams en blijkbaar eten ze dit in België best wel veel. Dus toen heeft hij dit een keertje voor ons gemaakt. En dit is zo mega lekker. Het is gewoon vlees met daarin ham en kaas. Maar het is echt oprecht zo super lekker. Dus ja, ik eet eigenlijk bijna nooit vlees. Ik ben zeker niet vegetarisch, maar ik eet gewoon niet zo heel veel vlees. Maar vandaag had ik er wel weer een keertje zin in. Dus dit ga ik eten vanavond met zoete aardappelfriet. En zoete aardappelfriet heb ik dus nog nooit gegeten. Of tenminste, nog nooit zelf gemaakt, laat ik het zo zeggen. Hoi allemaal, het is vandaag woensdag en het is op dit moment buiten echt mega hard aan het regenen. Echt al de hele ochtend sinds dat ik wakker ben. En het wil gewoon niet stoppen en ik moet zo meteen naar school. Of tenminste, we gaan met de klas dingen bespreken over de ontgroening. Die we na de zomer hebben voor de nieuwe eerstejaars. Dus daar gaan we dingen over bespreken. Daarom moet ik zo meteen naar school, maar het is echt bizar hoe hard het regent. En ik wil gewoon niet door de regen fietsen. Dus ik hoop dat het zo stopt. En vanavond ga ik naar huis, want ik ga morgen en overmorgen echt iets ontzettend leuks doen. En daar ga ik nu even iets over vertellen, want dan heb ik dat alvast maar duidelijk verteld. Ja, ik ben morgen en overmorgen eventjes niet op school, want ik ga samen met Stage Entertainment en een paar andere leuke meiden ga ik naar Duitsland om daar Anastasia the Musical te gaan kijken. Het is een perstripje georganiseerd door Stage Entertainment, omdat na de zomer Anastasia the Musical naar Nederland gaat komen. Hij gaat spelen in het Circus Theater in Scheveningen en ik heb er mega veel zin in. Ik heb de musical op Broadway gezien vorig jaar en ik ben sindsdien helemaal verliefd op de musical, op de muziek, op alles ervan. Dus ik ben echt mega excited dat ik morgen naar Duitsland ga om daar Anastasia te gaan kijken. Ja, ik wilde hem sowieso echt super graag zien in Duitsland. Omdat ik gewoon best wel goede verhalen erover hoor dat het daar echt heel erg goed is. En sowieso wilde ik heel graag nog een keer naar Duitsland om daar een musical te kijken. Omdat het natuurlijk ook wel een plek is waar ik misschien later zelf wel zou willen werken. Dus dit wordt mijn allereerste Duitse musical en ik ben echt mega excited. Ik ben heel benieuwd. En ja, ik heb er heel veel zin in. Ik moet eerst vandaag nog even wat dingen doen op school. En dan ga ik vanavond naar huis en dan ga ik morgen vroeg naar Schiphol. En dan gaan we naar Duitsland. Dus echt ontzettend veel zin in. Dus ja. Zo. Goedenavond. Ik ben inmiddels thuis bij mama. Want ik ga morgenochtend dus vliegen naar Duitsland. En ja, hier woon ik gewoon dichter bij Schiphol. Dus daarom ben ik naar huis gegaan.
vanavond. Omdat ja, vanuit Tilburg reizen, dat is niet oké als je om 's ochtends om 7:15 op Schiphol moet staan. Ik ben heel benieuwd naar dit tripje. Ik weet niet zo goed wat ik kan verwachten. Tenminste, ik weet wel een beetje, maar gewoon... Je gaat toch ook weer nieuwe mensen ontmoeten en zo. Het is wel echt super leuk, want er gaan een paar echt wel leuke meiden mee. Ik moet zeggen, ik ken ze helemaal nog niet persoonlijk. Maar ik volg ze bijna allemaal wel op social media. Dus dat is wel heel erg leuk dat ik dan hun nu ga ontmoeten. De meiden die meegaan, die ik weet, volgens mij is dit het en meer niet. Zijn Denise Anna. Zij heeft ook een YouTube kanaal. Mae Hollerman, Sonia Eiken en Iris Amber. Dus ik denk dat dat heel erg gezellig wordt. Voor zover ik weet zijn dat allemaal superleuke meiden. Dus ik denk dat het hartstikke leuk wordt. We blijven dus een nachtje daar in Stuttgart in Duitsland. En dan gaan we dus naar Anastasia kijken en allemaal andere leuke dingen doen. Ik ga proberen om jullie zoveel mogelijk mee te nemen morgen en overmorgen. Dus ja, ik heb er heel veel zin in. Maar ik ga ook heel veel vastleggen op Instagram. Want voor deze trip heb ik Instagram een beetje als hoofd. Platform gekozen. Dus ik ga heel veel in mijn story plaatsen morgen. Maar ik zal ook proberen om af en toe ook nog even dingen te vloggen. Dus dat is leuk. En ik heb vandaag trouwens iets heel erg leuks gekregen van Stage Entertainment. En dat ga ik even aan jullie laten zien. Ik heb een Anastasia The Musical koffertje gekregen van Stage Entertainment. Hoe leuk is dit? Ik was gelijk een beetje aan het fangirlen, want het is gewoon mijn lievelingsmusical. Ik vind dit gewoon helemaal leuk. Ik ben er gewoon helemaal blij mee. Goedemorgen. Nou, we zitten in het vliegtuig. Hallo mensen. Hallo. En het is nog steeds heel vroeg. Het is? Hoe laat is het? 9:04 denk ik precies te zijn. Het is wel weer oké tijd, maar het was vroeg vanochtend. Maar goed. Ik zit voor het eerst in een vliegtuig waar je met z'n tweeën naast elkaar zit. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik heb het ook nog nooit meegemaakt. Ja. Ja, ik vind het leuk. Maar goed, we gaan lekker vliegen. Ik ben aangekomen in Stuttgart en ik ben in mijn hotelkamer, of ik kan beter zeggen in mijn privéappartement. Dit is bizar hoe groot die kamer is. Ik ga het aan jullie laten zien. Ik ga jullie even heel snel een tour geven. Dit is echt niet normaal. Nou, je komt dus hier binnen in gewoon een halletje met hier een grote spiegel. Dan heb ik hier achter gelijk de badkamer. Ik heb helemaal nog niet zo goed. Oh, er zit zelfs een radio. Oh, kijk dit even. Ziek. Nou, dan kom je hier. Het slaapgedeelte en gekke woonkamer. Hier heb je zelfs een kinderkamer. Dit is bizar. Ik denk dat ik hierin ga slapen. Vind ik mooi. En dan heb je hier nog een keuken. Ik heb gewoon oprecht een heel appartement. Ik zou hier gewoon kunnen wonen. Ik vind dit echt bizar. Ik heb ook nog een balkon. Dit is niet normaal, kijk. Jongens, ik vind dit toch eventjes een partij sick. Ik kan niet meer. Ik wil even dat jullie weten dat ik dit echt niet zomaar, zeg maar, allemaal aannemen. Dat ik denk, oh ja, snap je? Ik kan niet eens meer praten, maar dit is voor mij echt niet normaal of zo, hoor. Dat ik dit nu meemaak. En dit komt deels ook gewoon door jullie, omdat jullie allemaal naar mij kijken. En omdat ik altijd zoveel leuke reacties krijg en leuke volgers heb. En als ik jullie niet had, was ik hier niet. En ik ben gewoon echt heel dankbaar hiervoor. Ja, dit is gewoon nu al helemaal leuk. En ik ga jullie vandaag zoveel mogelijk proberen mee te nemen in dit tripje. Want dit is, ja... Ik ben gewoon heel blij. Ik vind het heel leuk. Ik kan niet wachten om de show vanavond te zien. We gaan dus vanavond naar de show kijken, Anastasia. En ik kan gewoon niet wachten. Nou, we zijn nu bij het theater. Kijk. Hoppa. Daar zijn we. Ja, ik vind het helemaal leuk. Dit is helemaal leuk. Ik ben zo excited. Zo, ik ben weer even lekker in de hotelkamer. We hebben nu ongeveer 3 kwartier om even om te kleden en
Dan gaan we straks avondeten en daarna naar de voorstelling. We hebben dus net een backstage tour gehad van Milan en het was echt ontzettend leuk. Op zo'n moment voel ik me echt een beetje een musical fan, maar ik was echt even in de zevende hemel, want dat wil je toch gewoon. Je wilt toch gewoon je ding kunnen doen in zo'n mooi decor, in zulke mooie jurken. Het is gewoon echt bizar prachtig. Ja, ik heb er echt geen woorden voor. Dus let's pray dat dit later mijn baan wordt, want dat willen we. Maar eerst lekker genieten vanavond van de show. En nu ga ik denk ik heel even een powernapje doen, want ik ben echt kapot. Ik ben zo moe. Dus ja, daarna even klaarmaken, even iets anders aantrekken en dan ben ik ready to go. Ik ben zo excited, ik kan dit nu al niet aan. Ik ga hier zo hard van genieten, dat is niet normaal. You. Hotelkamer en oh, dit was zo mega prachtig. Kan niet meer. Ik heb de show natuurlijk vorig jaar gezien op Broadway en toen was ik ook echt helemaal van mijn apropos en nu gewoon weer. Het heeft gewoon echt weer bewezen dat dit echt mijn lievelingsshow ever is. Maar ik kwam dus net op de hotelkamer en toen zag ik dit hier staan. We hebben een leuke goodiebag gekregen. Ik ga denk ik heel even daar zitten, want daar heb ik meer licht. Wacht. Ik zit heel even hier op de grond. Maar we hebben dus deze tas gekregen. En ik heb net al een beetje gespiekt wat erin zat. Omdat ik dacht, deze tas is niet van mij. En toen zag ik dus dat het een cadeautje was. Oh. We hebben hier een kaartje gekregen. Met een foto van Milan. Yeah, let's go. Lieve Pamela, super leuk dat je helemaal naar Stuttgart bent gekomen. Ik nodig je graag uit voor de Nederlandse première van Anastasia op 22 september 2019. Hopelijk zie ik je daar. Zo leuk. En toen zag ik dus dit. En ik ga nu al dood. Jongens. Oh my god. Doeg. Dit gaat echt zo'n speciaal plekje in mijn huis krijgen. Ik kan niet meer. Ik voel me echt een fangirl, maar dat ben ik ook. Want ja, ik hou gewoon van deze musical. Echt, raap me op. Oh my god. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik ga zo meteen lekker ontbijten. Ik heb echt super lekker geslapen hier in dit bed. Ik heb wel echt nog echt een zieke ochtendstem, zoals je hoort. Maar goed. Ja, we gaan zo meteen ontbijten. En dan gaan we vanmiddag weer naar huis. Ja, een beetje begin van de middag. Dus top. Ik denk dat ik verder vandaag niet meer zoveel vlog. Want het is niet zo heel erg boeiend. Het vliegen naar huis. Dus ik zie jullie wel weer als ik thuis ben. Yo. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En ik ga vandaag met mama naar de Eihallen. Dit willen we echt al heel erg lang doen. Maar nooit komt het ervan. En nu zijn we er. Dat is leuk. Ik heb gisteren even niet gevlogd. Maar ik was best wel moe van Duitsland en zo. Dus toen... Oh ja, en ik had dansvoorstelling gisteren. Dus ik dacht, nou,
Laat me zitten. Maar goed, we gaan vandaag lekker naar de Eihallen. Ik hoop dat ik leuke dingetjes ga scoren. Mijn nicht staat er ook vandaag, dus dat vind ik ook leuk. Daar ga ik langs, want die heeft wel leuke kleding. Zo, nou, we zijn er weer alweer klaar mee voor vandaag. Het is 1:30 of zo. Ja, ik moet niezen. Maar allergisch van altijd vintage. Nee, ik ben best wel goed geslaagd. Ik heb een paar kledingdingetjes, waaronder deze jas. Van de Brandy voor 4 euro. In de winkel kost die echt 30 of 40 euro volgens mij. Dus ik ben er echt helemaal blij mee. Maar we zijn nu alweer zat, dus we gaan naar huis. Eten. Ja, ik heb zo'n honger. Ik ga tosti maken thuis. We gaan het echt volgende maand weer doen, vind ik. Als we kunnen. Als we kunnen. Hoi, ik ben weer thuis. En ik ga nu even laten zien wat ik op de Eihallen heb gekocht. We hadden vandaag dit prachtige karretje mee. Het was heel handig. Nou, als eerste heb ik dus dit jasje gekocht. Die is van de Brandy Melville. En die had ik al een keer gezien, maar die zijn best wel duur in de winkel. Zo is hij open, ook erg leuk. Nu had mama hem gevonden op de Eihallen en nu heb ik hem voor 4 euro gekocht. Ik zal even jouw items laten zien. Deze heeft mama. Fantastisch. Een lekkere hippie broekie. Lekker Mamma Mia broekie. Maar dat komt omdat wij volgende week vrijdag naar Mamma Mia gaan en een dresscode hebben gekregen. Dus 5 euro. Yeah. Dan heb ik dit leuke blouseje gescoord voor 4 euro. Mijn batterij is bijna op. Van de pieces. Super leuk. Super gezellig niet te opschieten. Het laatste. Ik heb een Levi's broek gescoord. Die ik echt mega tof vind. Hij heeft allemaal scheuren. En zeg maar zakken op de knieën. Die dan helemaal destroyed zijn. En ja, gewoon echt wel een tof model. En er zit ook een kontgat. Hier. Maar, ja, het is wel een kontgat. Maar die ga ik dichtmaken, want het is wel een beetje heftig. En ik moet hem ook even wat korter maken. Maar dat komt goed. Ik heb deze voor 7,50 gescoord.